En ook in dit DVS TV Weekjournaal het wekelijkse gesprek met Roeland ten Berge. Roeland, afgelopen zaterdag had ik toch de indruk dat je wel redelijk tevreden was. En de supporters ook. Ze zaten echt niet te mekkeren of zo van jongens, wat is het slecht of zo of wat dan ook. Er werd best redelijk gespeeld tegen Barendrecht. Jawel, ik denk dat we ook wel heel lang in die wedstrijd hebben gezeten. Want we hebben gewoon de eerste helft konden we gewoon heel goed mee. Hebben we ook wel mogelijkheden gehad. Ook vlak voor rust zag ik ook nog wel een hele aardige mogelijkheid dat wij met Ali, dat hij de bal schoot. Terwijl het eigenlijk Mike er nog veel beter voor stond. Dus dat waren eigenlijk allemaal van die kleine mogelijkheden. En ook in de tweede helft bij een 1-1 stand. Van die kleine mogelijkheden om dan toch weer op voorsprong te komen. Niet te vergeten die tweede minuut zelfs. Het begin van de wedstrijd met Basile Camara. Ja, ook dat. Dus gewoon een hele lange periode konden we gewoon hartstikke goed mee. Alleen het is gewoon vervelend dat het eigenlijk gewoon heel snel misging. En daarmee eigenlijk gewoon de wedstrijd over was. Opeens, in een flits zag ik... ik zat midden in mijn radiocommentaar. En in een flits... 5-3 verdedigers. 5 Barendrechters tegen 3 verdedigers. En toen was het ook heel snel voorbij. Bij de 3-1 dacht ik. Ja, kijk, we gingen gewoon op een gegeven moment met... Toen hun op 2-1 voorsprong stonden, gingen hun zo ver terug. En gingen ze zo compact spelen. En van daaruit probeerden ze druk op de bal te zetten. Ja, wat hun gewoon heel goed beheerst was dat als ze de bal veroveren, kwamen ze heel snel uit. En wij moesten forceren, want we moesten kijken of we 2-2 konden maken. Nou, die kans hebben we gehad. En die momenten moet je gewoon aangrijpen. En je weet dat wanneer je ruimte gaat weggeven bij hun, dat het dan extra moeilijk wordt. Hier in de catacombe werd onder andere bij de man van voetbal op zaterdag, of met de man van voetbal op zaterdag, ook even gesproken over het feit dat op het moment dat de transferperiode gaande is, dat dan toch spelers daar misschien wel in hun hoofdje wat last van hebben qua niveau van hun spel. Nou, weet ik niet. Kijk, als ik dat zie of als ik dat merk, dan zullen we daar de spelers gewoon op aanspreken. Daarbij vind ik ook gewoon van, kijk, als je als speler beslist om weg te gaan, ja, dan kan ik me nog voorstellen, dan wil je jezelf toch in de kijker spelen. Dus dan, dan zou ik, als ik zo'n speler was, zou ik gewoon gas blijven geven. En de spelers die ook weggaan, ja, je hebt zo lang bij deze club gezeten en de meesten die weggaan, ik zou in ieder geval goed willen afsluiten. En daarbij ben je gewoon als team ergens aan begonnen en met een bepaalde doel, met een bepaalde manier van waar je naartoe wilt met elkaar. En daar maak ik onderdeel van uit en daar is iedereen belangrijk in. Dus ja, ik zou dat goed afmaken. Maar als wij het idee hebben dat het niet zo is, dan zullen we daar zeker mensen op aanspreken. Van mij mag iedereen het doen tegen Katwijk. Heb jij ook zo'n idee? Ik denk dat we zaterdag in staat zijn om een hele grote verrassing in deze topklasse te laten zien. Ja, natuurlijk. Kijk, je hebt altijd vertrouwen erin. Hè? Maar dat hadden we ook afgelopen zaterdag wel. Hè? Dus als je op 1-1 en op 1-2 achter met die kans van Yasin ook. Dan heb je gewoon het gevoel weer van, kijk, als dat soort dingen wel goed gaan en wel lukken. Dan kan het zo weer omslaan. Hè? Dan kan het zo veranderen. Je ziet het ook bij Rijnsburg. Hè? Dan blijven we heel lang op 0-0. En staan we in principe gewoon goed. En dan maak je 1-0. En dan knal je er ook overheen. Dus ja, zo kan het lopen en zo kan het zaterdag ook gaan. Wij zullen in ieder geval uit verdedigende zaken heel goed voor elkaar moeten hebben. Omdat hun kracht toch wel het aanvallende gedeelte is. Dus we zullen daar weer een goed plan op moeten hebben. Ja, en dan is alles mogelijk tegen elke tegenstander. Oké, en daar wensen we je namens DVS TV heel veel succes mee, Roeland. Dank je wel. Bedankt. Naast mij Michael Moussa. Ja, ik heb wel eens gezegd een van mijn leukere en betere leerlingen ooit op het VMBO TL. Ik heb daar enorm van je genoten. Eigenlijk ook omdat je als sporter liet zien dat je ook gewoon rekening hield met de wat mindere goden in de klas. Ja, dat klopt wel een beetje, denk ik. Ja, ik bedoel, met heel veel spellen denk ik dat je iedereen erbij moet betrekken.
Dus daar probeerde ik wel een beetje rekening mee te houden inderdaad. Ja. Daar heb ik enorm van genoten, Michael. Michael, waar ik benieuwd naar ben, ik heb hem natuurlijk ook gesteld aan Basiel Camara. Waar ben jij precies geboren? Ik ben in Zuid-Sudan geboren. Dat is... Niet in Apeldoorn? Niet in Apeldoorn, nee. Dat niet. Zuid-Sudan is een land in Afrika dus. Voornamelijk een islamitisch land. Ik kom dan uit het zuidelijke deel en dat is dan christelijk. Dus ik was 2 toen ik hier kwam met mijn moeder. Ja. 2 jaar? 2 jaar, ja. Daar weet je dus inderdaad helemaal niks meer van. Dus je bent eigenlijk gewoon een Nederlander. Ja, dat eigenlijk zo voelt het wel, ja. Eigenlijk wel. Maar jij hebt in ieder geval ook 2 paspoorten. Ik heb alleen een Nederlands paspoort. Alleen een Nederlands paspoort. Ja, ja. Dus jij wordt niet gevraagd voor het Soedanese voetbalelftal? Ja, dat zou kunnen, maar dan moet ik dan even wat regelen. Maar nee, op dit moment beschik ik alleen over een Nederlands paspoort inderdaad. Hey, hoe is het met je buiten het voetbal om? Wat voor opleiding doe je momenteel? Ik zit momenteel op de HU, Hogeschool Utrecht. En daar studeer ik fysiotherapie. Ja. Naar je zin? Ja, heb ik heel erg naar mijn zin. Maar het is wel een hele pittige opleiding. Dat heb ik wel gemerkt. Ik heb hiervoor dan sporten meegedaan in Zwolle op het Deltion College. Ja, het zit er wel heel veel verschil in qua belasting en ja, het leerstof wat je krijgt. Dus zo'n hoger tempo, zeg maar. Heb je daar voor jezelf ook heel veel aan, als je zo op dit niveau moet acteren? Ja, je leert je lichaam wel beter kennen, denk ik. Dat zeker. Ik heb zelf 2 jaar geleden een zware blessure gehad. Toen heb ik een kruisbandoperatie gehad, aan mijn linkerknie was dat dan. En daardoor een jaar dus niet kunnen voetballen. En tijdens de revalidatieperiode, toen moest ik herstellen. Dus, en toen leerde ik mijn lichaam ook wel goed kennen. En, toen, ja, en dat vond ik ook erg interessant, zeg maar, dat hele proces. Dus ja. Gaat het goed met je knie? Met mijn knie heb ik geen problemen meer, gelukkig niet. Tenminste, bij mij was de insteek van als ik weer op het voetbalveld terechtkom, dan moet ik ook weer helemaal vol kunnen. En anders vind ik het niet meer waard om te gaan voetballen als ik zeg maar twijfel, zeg maar. Dus nee, het gaat gewoon goed. Ben jij, Michael, een speler met veel geduld? Ja. Wachten op de kans die je een keer krijgt? Ja, denk ik wel, ja. Zo ben ik wel ingesteld. Ja, dat zit in mijn karakter ook, los van het voetballen. Maar ik denk dat als ik mijn niveau kan halen, wat ik in de jeugd zeker heb gehaald, zeg maar, mijn potentieel. En dat ik dat me nu kan verder ontwikkelen en fit kan blijven. Want ik heb wel andere fysieke klachten gehad afgelopen seizoen en dit seizoen ook nog wel. Dus als dat allemaal te controleren is, dan denk ik wel dat ik het... Dat ik een kans moet kunnen krijgen, ja. Jij bent niet een type van een loper. Zo van, nou, ik haal het eerste niet. Ik heb geduld. Ik ga niet voor de eerste de beste club weg. Nee, er zijn inderdaad al wel redelijk wat mensen op de club die daarover beginnen. Van, is het niet tijd om misschien echt te gaan kijken? Of ja, maar ik heb zoiets van, DVS is gewoon mijn club. En ja, mijn studie is natuurlijk ook erg belangrijk. En dat vergt ook heel veel tijd. En dan om ergens dan in één keer naartoe te gaan, waardoor ja, je begint wel op nul, zeg maar. En misschien een heel andere cultuur, hoe er wordt gedaan, zeg maar, en andere mensen. Ja, dat zie ik niet zo zitten. Ik blijf dan liever op een vertrouwde omgeving, zeg maar. Dus ook lekker dicht bij mijn huis, dat scheelt ook weer heel erg. Dus ja. Niet helemaal naar Babberige hoeverij of zo? Nee, precies, nee. al is het Horst, nee... Nee, ik blijf lekker hier, denk ik. En als ik een andere keuze zou maken, dan zou dat zijn misschien in een lage elftal gaan voetballen. Dat ik dus wel echt bij DVS blijf, zeg maar. Dat is Michael, je moet gewoon blijven gaan. Ik blijf fan van je, ja, en ik blijf in je geloof. Ja, bedankt. Ik geloof ook in mezelf. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En vanuit daar groeien, groeien, groeien. Ja. Hartstikke goed. Bedankt voor dit interview. Te gek.